Nou, mij lijkt het heel leuk om, wat je wel eens op tv ziet, een groot dartbord of zo te maken. Dat mensen kunnen of dammen of zo, weet je wel. Breda Nu. In het Valkenberg zijn ze de hangplek van het park aan het renoveren. Daarom vragen wij ons af, wat zou jij willen veranderen aan het Valkenberg? Nou, wij zijn hier voor het eerst in Breda en gisteren. En we zijn er gisteren doorheen gelopen. En nou, het is hier gewoon prachtig. En als je door het park bent, dan kom je al van alles tegen. Allerlei leuke terrasjes en leuke tentjes. Dus ik, tot nu toe mis ik nog niets eigenlijk. Ja, wat meer zorg voor het groen daar. Wordt weinig gezorgd voor het groen? Ja, ik vind dat de grasplantjes zien er niet echt uit. En ja, er mag ook meer mogelijkheid voor kinderen komen daar die willen spelen, bijvoorbeeld speeltuintjes. Ja, dat vind ik altijd goed onderhouden, is prima. Ik vind het Valkenberg eigenlijk heel mooi. Ik vind het heel groen. Ik zou het leuker vinden, denk ik, als het gras wat beter wordt onderhouden. Want heel vaak ligt daar toch ook best wel veel ontlasting van de eenden en de dieren. En misschien is het leuk als er iets van een tafel komt, dat je ook echt als groep ergens kan eten. Voor de rest vind ik het echt al heel mooi. Mogen we wel wat meer dingen voor de kleine kinderen, dat het wat ook de ouders een beetje aantrekt om te komen om het al leuk te hebben. Ja, en misschien de uitgaansgelegenheid er een beetje meer bij betrekken. Zou mooi zijn, hè? Want er nou staat het een beetje oud, dus ja, daarom ook renoveren. Ik zou eigenlijk al die oude beelden die er vroeger gestaan hebben. Nou staat er alleen nog een van Hercules, geloof ik. We zeggen altijd de Valian, omdat hij een kleren aan heeft in. En die stond vroeger heel erg verscholen. Maar daar hebben er, ik geloof, iets van 12 beelden ooit gestaan. Hè? En het theehuisje, ja, dat is jammer, zeg maar, dat het een beetje achteraf staat. Dat zou voor mij betreft wel, of wel meer plek is. Dat je toch, als je als gast in het Valkenberg komt, dat je dan daar ook wat kan drinken. Nou, mij lijkt het heel leuk om, wat je wel eens op tv ziet, een groot dartbord of zo te maken. Dat mensen kunnen of dammen of zo, weet je wel. En dan een beetje aan de kant van het water. Er loopt alleen maar een weggetje door. Dat lijkt mij leuk. Nou, het theehuis. Wat moet er aan het theehuisje gebeuren? Een andere kleur en toch een iets vrolijker uitstraling. Past nou niet zo goed in het park? Nee, want ik vind het park op zichzelf heel erg leuk. Heel gezellig ook. Ik ga regelmatig door het park. En wat ik eigenlijk mis is dat er een duidelijke aanduiding gegeven wordt van dit is fietspad, dit is voetpad. Want de fietsers denken dat het voetpad is en de voetgangers denken dat het fietspad is en vice versa. Dus dat loopt door elkaar heen. Aan de ene kant is dat natuurlijk heel gezellig, maar aan de andere kant zijn mensen ook wel eens een keertje boos daarover. Breda Nu.